De wrakstukken van vlucht MH17 zijn aangekomen in Nederland. De reconstructie kan beginnen. Het kan maanden gaan duren. Verder in het nieuws vandaag. Vriendin van crimineel geliquideerd. En CIA-verhoren wreed en nutteloos, zegt Amerikaans rapport. Goedenavond. Bijna 5 maanden nadat hij uit de lucht werd geschoten zijn wrakstukken van vlucht MH17 aangekomen in Nederland. Op vliegbasis Geelzerijen, waar een gedeeltelijke reconstructie van het toestel wordt gemaakt. Het is een poging om te achterhalen wat er is gebeurd in Oost-Oekraïne. En het is een onderzoek dat in ieder geval nog maanden gaat duren. Na een reis van 2700 kilometer die bijna een week duurde, Geelzerijen, 2 uur vanmiddag. De aankomst van de eerste 8 vrachtwagens met wrakstukken van de MH17. Op de basis ruim 40 nabestaanden. Toen ik er naartoe ging, dacht ik van, er komt een konvooi wrakstukken aan die we niet zullen zien. Maar als het konvooi eraan komt, dan gaat het toch door je heen van, hey, dit is wel het vliegtuig waar mijn broer, waar mijn schoonzus, waar mijn neef in zat. En dat zag je eigenlijk door alle aanwezigen heen gaan. Dus het was een moment van stilte. Een bijzonder moment. De eerste 4 vrachtwagens arriveerden vroeg in de nacht bij de Duits-Nederlandse grensovergang Bad Bentheim-De Lutte. Rond 8 uur kwamen daar nog 4 vrachtwagens aan. Na de spits vertrok het konvooi richting Geelzerijen. De nabestaanden zijn daar uitgenodigd volgend jaar om een deel van de reconstructie te komen bekijken. En ze gaan. Je probeert er toch een beeld bij te krijgen van wat er nou precies is gebeurd. Dat willen we met z'n allen heel erg graag weten. Nou, confronterend lijkt me. Absoluut. Absoluut. Ja. Maar het moet gebeuren, denkt u? Het moet gebeuren. Het moet absoluut gebeuren. Ja. Verslaggever Kees van Dam is in Geelzerijen. Kees, die wrakstukken zijn er. Dus wanneer gaat het onderzoek beginnen? Nou, heel formeel gesproken, zo valt op te maken uit de uitlatingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is het onderzoek begonnen op het moment dat de wrakstukken hier vanmiddag aankwamen. Maar laten we niet vergeten, er zijn nog 8 vrachtwagens met wrakstukken onderweg. Die verwachten we hier in Geelzerijen in de loop van de week, misschien het weekend of misschien wel nog ietsjes later. Dus eigenlijk pas in de loop van volgende week kan het onderzoek echt gaan beginnen. Ja, en onderzoek, Kees, om heel precies te zijn, het gaat om 2 onderzoeken. Ja, het gaat om 2 onderzoeken die tegelijkertijd plaatsvinden, maar wel onafhankelijk van elkaar. Het gaat om het strafrechtelijk onderzoek, politie en het OM. Die kijken naar de vragen wie heeft het gedaan. En de onderzoeksraad probeert te achterhalen wat de oorzaak van de crash is geweest. Nou, om antwoord te vinden op die vraag, kan het cruciaal zijn om zo'n reconstructie te maken? Wij gaan met die wrakstukken reconstructie maken van delen van het vliegtuig, de cockpit, delen van de vleugels. En ja, dat hopen we dat bewijs zal opleveren van wat exact de toedracht is geweest van de crash. En waarom speciaal deze 2 soorten onderdelen? Deze onderdelen zijn van groot belang omdat, we hebben gezegd in ons tussenrapport van hoog energetische delen zijn ingeslagen. Dat is met name in het voorste deel van het vliegtuig gebeurd. Daar kunnen we uit afleiden hoe die delen zijn ingeslagen, hoe dat precies gebeurd is. Ja, dat maakt van wezenlijk belang om die reconstructie te maken. 6 keer eerder is dat gedaan, na een ramp een vliegtuig voor een deel opnieuw in elkaar zetten. Dat is een enorme klus en soms levert het wel degelijk wat op. Dit is een stukje van een vleugel geweest. Bij de faculteit lucht- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft volgen ze de reconstructie in Geelzerijen met veel belangstelling. Het is gewoon echt monnikenwerk om dat te doen. Maar door middel dat alle onderdelen gewoon een uniek nummer hebben, is gewoon te herleiden waar heeft het gezeten. Is het inderdaad van dit vliegtuig? Zo'n reconstructie is kostbaar en tijdrovend. En gebeurt alleen als er te weinig informatie uit de zwarte dozen komt om de oorzaak vast te stellen. Bij 2 grote vliegtuigongelukken was dat succesvol. Bijvoorbeeld bij het Pan Am-toestel dat in 1988 bij Lockerbie crashte. De ramp waarbij er dus een koffer aan boord ontplofte. En dat is hier mooi te zien waar die koffer achter gezeten heeft. De onderzoekers konden op die manier zelfs de dader achterhalen. Ook het vliegtuig van TWA dat in 1996 na de start in New York in zee stortte, is opnieuw in elkaar gezet. De oorzaak bleek kortsluiting in de brandstoftank. In het eerste rapport over het onderzoek naar de MH17 schrijft de onderzoeksraad over structurele schade aan het toestel
veroorzaakt door een groot aantal objecten dat met hoge snelheid het toestel heeft doorboord. Ik zou met name geïnteresseerd zijn in dat voorste gedeelte van de romp waar al die inslagen gevonden zijn. Hoe is dat nou precies gekomen? Kun je misschien nu een baan achterhalen van die deeltjes die romp gepenetreerd hebben? Een simulatie met 3D-computers kan daarbij ook nog behulpzaam zijn. Duidelijk is wel dat het nog maanden duurt voordat er uitsluitsel is. Ja, Kees, maanden kan dat nog gaan duren, die reconstructie, voordat dat rond is. Hoe lang gaat dat justitieonderzoek eigenlijk nog duren? Er zijn juristen die zeggen dat strafrechtelijk onderzoek dat gaat tot niks leiden. Je zult nooit kunnen achterhalen, laat staan iemand vervolgen die de oorzaak is geweest of die de schuld daarvoor zou kunnen krijgen. Wanneer daar dus een uitsluitsel over komt, dat is echt heel erg moeilijk. Er zijn mensen die wat optimistischer zijn, die zeggen het wordt eind 2016. Dat is dus opmerkelijk later dan de eindreportage over de oorzaak van de crash. De eindreportage van de onderzoeksraad. Maar hoe het ook zij, wat de oorzaak ook is geweest. Uiteindelijk is het toch interessanter om te weten wie het heeft gedaan. En of we ooit een antwoord op die vraag krijgen. Dus niet te voorspellen. Okay, Kees, dankjewel. Nou, de Oekraïnse justitie zegt zeker te weten dat vlucht MH17 door een luchtdoelraket vanaf de grond afgeschoten is neergehaald. Ze hebben bewijs overgedragen aan Nederland, zeggen ze. Nederland dat de leiding heeft over het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Het Oekraïnse team dat in dit kantoor de ramp met de Boeing onderzocht, weet wat er is gebeurd. Volgens de hoofdaanklager is het vliegtuig met een raket neergehaald. Sinds de zomer hebben de Oekraïners volgens Jarema getuigen verhoord en meer dan 1000 telefoongesprekken afgeluisterd en geanalyseerd. En al die informatie ligt nu bij het onderzoeksteam in Den Haag. Я думаю, что в этой ситуации международное расследование будет более объективным. De hoogste baas van het Openbaar Ministerie maakte in het gesprek ook nog heel duidelijk dat het gaat om een misdaad die op Oekraïns grondgebied is begaan en dus ook hier vervolgd zou moeten worden. Tenzij het internationaal strafhof de zaak op zich neemt. Если международный суд, международный криминальный суд, Гаагский трибунал увидит в этом преступление против человечности, в таком случае они могут взять к своему производству и судить как международный криминальный суд. In Kiev zijn ze wel gevoelig voor de kritiek dat een onderzoek door Oekraïne mogelijk niet objectief is. De man die in Kiev de bergingsmissie leidde benadrukt daarom dat Nederland de leiding heeft. Dat moet een eerlijk onderzoek garanderen. Правительство Украины передало расследование голландской стороне. И но мы тем не менее оказывали полностью всю помощь, которую, говорится, было необходимо для обеспечения этого расследования. Oekraïne zegt dat het onderzoek aantoont dat de raket werd afgeschoten door de pro-Russische separatisten. Opnieuw een liquidatie op straat in de regio Amsterdam. Met deze keer als slachtoffer de vriendin van een crimineel. Ze werd, toen ze gisteravond thuis kwam, door meerdere daders beschoten. Er wordt gesproken van een maffiavete. Al een dag later is Bekenstein in Amstelveen weer een straat zoals de bewoners hem kennen. Ja, alles gaat gewoon door. Ja, ik bedoel, het is erg genoeg wat er gebeurd is. En het is ook niet zozeer dat we geschrokken zijn, maar het komt wel dichtbij, dit soort dingen. Het is niet dat je zegt van, ik hoop dat ik dat elke week meeneem. Het is 7:30 als de 34-jarige Luana Luz Xavier thuiskomt en bij haar auto wordt neergeschoten. Iets later overlijdt ze midden op straat onder de ogen van haar zoon en dochter. Zowel zij als haar vriend zijn eerder bij ons in beeld geweest. Ik kan u niet vertellen om wat voor incidenten dat gaat. Maar het is wel een feit dat zij beide bekenden van ons waren. Volgens ingewijden was ze nauw betrokken bij de criminele activiteiten van haar vriend. Hij overleefde eerder een aanslag. De liquidatie in deze woonwijk toont opnieuw aan dat daders zonder enige schroom te werk gaan. Het is in Amsterdam en omgeving de 7e gewelddadige aanslag dit jaar, waarbij steeds met automatische wapens is gevuurd. Een reeks die in Zaandam begon en in mei topcrimineel Gwennette Marta het leven kost, na het afvuren van 80 kogels. 7 juli wordt een 30-jarige onschuldige man het slachtoffer door een persoonsverwisseling.
dat er ook onschuldige mensen getroffen worden. Dat is natuurlijk altijd je grote angst, ook als burgemeester. En laten we daarvan blij zijn dat dat gisteren in Amstelveen niet aan de orde is geweest. Maar dat de schrik er bij de buurt goed in zit, dat kunt u zich voorstellen. Mensen die niet in de maffia zitten, of hoe je het moet zeggen, die zullen ze ook niet doen. Maar als het op straat gebeurt, ja, dan kan het wel... Ik vind het nu wel heel dichtbij komen. Het is wel heel beangstigend, heel eng. Ja. Heeft de politie daar altijd een antwoord op? Dat weet ik niet. Geen idee. Heeft u het idee dat de politie aanslagen voorkomt? Kijk, wij kunnen niet in de hoofden van mensen kijken. Wij kunnen niet garanderen dat er geen liquidaties meer plaatsvinden. Wat wij wel kunnen doen, is het deze mensen zo moeilijk mogelijk maken en zo op de huid zitten. En dat is waar we mee bezig zijn. De politie hoopt dat getuigen en de beelden van camera's in de straat helpen bij het onderzoek naar de liquidatie aan de Bekenstein. Ja, zomaar zeggen, u krijgt geen geld meer voor huishoudelijke hulp. Dat mag een gemeente niet doen. Dat is het oordeel van de rechter in Groningen. Een ouder echtpaar in Dantumadeel in Friesland had bezwaar gemaakt tegen het stopzetten van de hulp in 2015. Voor veel gemeenten is het een geldkwestie. Ze krijgen veel minder vanuit Den Haag en ze willen bezuinigen. Ik heb besloten het verzoek toe te wijzen. Ze waren er zelf niet bij, de 89-jarige man en zijn 88-jarige vrouw, toen de rechter ze vanmorgen gelijk gaf. Ze krijgen sinds 2012 huishoudelijke hulp om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat zomaar stopzetten, dat kan niet, zegt de rechter. Uit niets blijkt dat daarna de persoonlijke omstandigheden van meneer en mevrouw zijn verbeterd. Toch heeft de gemeente die huishoudelijke hulp met ingang van 1 januari 2015 beëindigd. Ik vind dan ook dat de gemeente dit zonder nader onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de beëindiging voor de gezondheid van meneer en mevrouw niet kunnen en heeft niet mogen doen. De gemeente moet per individu onderzoek doen dus. Een algemene brief aan een groep inwoners kan daarom volgens de rechter niet. Er zijn veel meer Nederlandse gemeenten die de afgelopen tijd zo'n algemene brief hebben rondgestuurd. En voor al die gemeenten geldt nu hetzelfde. Ze moeten eerst bij iedereen langs om te onderzoeken of mensen wel zonder die financiële ondersteuning voor huishoudelijke hulp kunnen. Voor veel mensen is er nu hoop, denkt de koepelorganisatie van mensen met beperkingen en chronische ziekten. Ze hebben het echtpaar in deze rechtszaak ondersteund. Maar voor een heel flink aantal zal die hulp blijven bestaan, denk ik. Want al die mensen zijn geïndiceerd. Dus die gemeentes hebben een paar jaar geleden nog gezegd, u heeft die hulp nodig om zelfstandig te kunnen leven. En dat zou opeens nu geen sprake meer van zijn. Dat is natuurlijk heel vreemd. Mensen die een brief van hun gemeente hebben gekregen, moeten wel allemaal zelf bezwaar maken. Staatssecretaris Van Rijn is tevreden met de uitspraak van de rechter. Hij is het ermee eens dat gemeenten van geval tot geval moeten beoordelen of iemand zorg krijgt of niet. Nou, de rechter heeft ook gezegd van je kan best huishoudelijke hulp beëindigen, maar dan moet je wel naar de omstandigheden kijken waaronder dat kan en of dat kan. En ook rekening houden met die persoonlijke omstandigheden. En dat staat ook in de wet en dat heeft de rechter nu bevestigd. Waarom moest het op een rechtszaak aankomen? Had u niet gewoon tegen de gemeente kunnen zeggen wat de bedoeling was? Nou, we hebben natuurlijk ook best gezegd van let even op, maar de mensen waren naar de rechter gegaan en dat is ook recht wat mensen hebben. Ja, dan moet ik natuurlijk ook de uitspraak van de rechter afwachten en nou, des te beter dat die uitspraak volledig in lijn is met de wet. Ambulances rukken vaak voor niks uit. Het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen zegt dat zo'n 40% van de ritten onnodig is. Het gaat vooral om ongelukken waarbij iemand een lichte verwonding oploopt. Afgelopen jaar waren er ruim 800.000 spoedritten. Het ministerie begint een onderzoek. Het aantal mensen dat sterft aan malaria is sinds het jaar 2000 bijna gehalveerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, wordt de ziekte steeds vaker op tijd ontdekt. Daardoor kan malaria beter worden behandeld. Wereldwijd stierven vorig jaar bijna 600.000 mensen toch nog aan malaria. Het marineschip Karel Doorman wordt opnieuw geladen met hulpgoederen voor landen waar ebola heerst. Er is nog steeds grote behoefte aan. Naast voertuigen, medische goederen en beschermende kleding neemt het schip ruim 1500 ton aan voedingsmiddelen mee. Komende vrijdag vertrekt de Karel Doorman. In Mali is een Franse gijzelaar vrijgelaten. Serge Lazarevich werd in november 2011 ontvoerd door leden van de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. Hij verscheen in november nog samen met de ontvoerde Nederlander, Sjaak Rijke, in een video. Lazarevich is nu onderweg naar Frankrijk. Rijke wordt nog altijd vastgehouden in Mali. Volgens president Hollande was Lazarevich de laatste Franse gijzelaar, waar ook ter wereld, die werd vastgehouden. Lang was ernaar uitgekeken, het rapport van de Amerikaanse Senaat over de verhoormethode van de CIA. De conclusies waren nog harder dan gedacht.
De Amerikaanse inlichtingendienst heeft meer gewelddadige voormethodes gebruikt dan tot nu toe bekend was. CIA-agenten hadden extra bevoegdheden, zeker. Maar wat ze precies deden, vertelden ze niet tegen het congres en de president. This is what it looks like. Our review was a meticulous and detailed examination of records. It finds that coercive interrogation techniques did not produce the vital, otherwise unavailable intelligence the CIA has claimed. History will judge us by our commitment to a just society governed by law and the willingness to face an ugly truth and say never again. Nou, bijna 6000 pagina's dik is het eigenlijke rapport van die commissie. De Senaat krijgt een samenvatting van 500 pagina's, maar ook die staat vol met gruwelijke details over de verhoortechnieken van de CIA. Allemaal uit naam van de oorlog tegen het terrorisme. Eén ding wisten ze in Amerika zeker na 9/11. Dit nooit meer. In de oorlog tegen het terrorisme die volgde, werd alles uit de kast getrokken. De CIA kreeg verregaande bevoegdheden om informatie te verzamelen. If a captured terrorist has information about a plot against our homeland, we need to know what he knows. In het rapport staan de verhoormethoden gedetailleerd beschreven. Eén gevangene is seksueel bedreigd met een bezemsteel, een andere met een draaiende boormachine. Terreurverdachten werden soms dagenlang achtereen wakker gehouden om ze aan het praten te krijgen. En dan was er waterboarding, waarschijnlijk de gruwelijkste methode. Videoopnamen van waterboarding zijn gewist. Dit zijn activisten die laten zien hoe het werkt. President Obama gaf deze zomer al toe dat de CIA buiten zijn boekje is gegaan. We did some things that were wrong. We did a whole lot of things that were right. But we tortured some folks. Zijn voorganger reageerde afgelopen weekend al op de uitgelekte inhoud van het rapport. We're fortunate to have men and women who work hard at the CIA serving on our behalf. These are patriots. And whatever the report says, if it diminishes their contributions to our country, it is way off base. Correspondent Wouter Zwart in Washington, een hele stellige Bush, Wouter. Maar die kende toen nog niet het hele rapport. Is hij nu nog zo stellig? Ja, dat is maar zeer de vraag. Hè? Kijk, want als dit rapport iets aantoont, dan is het wel dat de CIA nog veel meer dan gevreesd op eigen houtje opereerde. Ook veel verder ging met zijn martelpraktijken dan aanvankelijk gedacht. En daarbij dus de president zelf, zoveel is nu wel duidelijk, en zijn ministers en het congres negeerde buitenspel zetten of gewoon soms zelfs voorloog. Nou, de CIA had natuurlijk op zich een hele rechtvaardige opdracht om de daders van terreur, daders van het kwaad te achterhalen en te straffen. Maar het is wel duidelijk dat de CIA zelf zijn morele kompas daarbij compleet is kwijtgeraakt. Ja, zijn de Amerikanen bang dat dit rapport en alles wat erin staat tot nieuw geweld, tot nieuwe aanslagen kan leiden? Ja, die angst is er zeker. En daarom wilde ook eigenlijk iedereen, behalve die commissie zelf, dat dit rapport niet naar buiten kwam. Althans niet nu, hè, in een tijd waarin de wereld toch een soort kruidvat is, waarbij maar één vonkje zoals het rapport genoeg kan zijn om de boel weer te doen exploderen. De voorzitter van deze Senaatscommissie, mevrouw Feinstein, die begreep dat standpunt ook wel. Maar die zei, luister, we hebben als Amerika ook een soort morele verplichting. Als wij als Amerika voortdurend andere landen in de wereld de maat nemen, ja, dan moeten we nu ook de moed hebben, het lef hebben om zelf ook onze misstanden onder ogen te zien, wat dan ook de eventuele gevolgen hierna kunnen zijn. En president Obama zegt dit nooit weer. Hoe gaat hij dat voorkomen, dit soort praktijken in de toekomst? Ja, dat is de grote vraag waar iedereen natuurlijk nu op wacht. Ik denk dat vandaag echt de dag was van de grote klap. En dat we later moeten zien wat de gevolgen daarvan zijn. En of er dan ook bijvoorbeeld flinke hervormingen komen bij de CIA. President Obama zelf zegt nu dat die martelpraktijken nu niet meer gebeuren. Maar goed, dan roep ik toch nog even zijn voorganger die je net ook zag, president Bush, in herinnering. Die zei zelf onlangs nog, ik was altijd van alles op de hoogte. Nou, het blijkt dus vandaag dat dat helemaal niet het geval was. Dat is een van de, ja, zouden we zeggen, nadelige effecten van het feit dat er, ja, dingen voor je geheim worden gehouden. Je weet niet dat je dingen niet weet. En dat zal ook vandaag denk ik wel een waarschuwing zijn die president Obama luid en duidelijk gehoord heeft. Wouter vanuit Washington, dankjewel. De politie hier in Nederland had
Tristan van der Vlis nooit een wapenvergunning mogen verlenen. De staat is daarom aansprakelijk voor de schietpartij in 2011... waarbij van der Vlis 6 mensen doodschoot in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Dat zeiden de advocaten van de slachtoffers tijdens een hoorzitting in Den Haag. In 2011 opende Tristan van der Vlis het vuur op het winkelend publiek in winkelcentrum De Ridderhof. 6 mensen kwamen om het leven, 17 raakten gewond. Van der Vlis pleegde daarna zelfmoord. De politie die van der Vlis in 2008 een wapenvergunning gaf, had moeten weten dat de man psychische problemen had, vinden de advocaten van de slachtoffers. Ze stellen de staat aansprakelijk. Maar volgens de advocaat van de politie heeft de vergunning het uitvoeren van het plan gemakkelijker gemaakt, maar is het niet de oorzaak van het schietdrama. Iemand die kwaad wil doen en zeker iemand die een zo verschrikkelijk voornemen heeft ontwikkeld als Tristan van der Vlis heeft gedaan, die vindt altijd wel een weg om dat uit te voeren. Het is een illusie om te denken dat Tristan van der Vlis zijn plannen niet zou hebben verwezenlijkt als het wapenverlof zou zijn uitgebleven. De slachtoffers zetten hun vraagtekens bij deze redenering. Dat er zoiets gebeurt als een ramp wanneer je vuurwapens in de handen van een psychiatrische patiënt legt. Ja, ik vind het niet onvoorzienbaar. Is het niet zo dat onze wapenwetgeving in feite bedoeld is om de maatschappij tegen dit soort dingen te beschermen? De slachtoffers eisen dat de politie erkent dat er fouten zijn gemaakt. Later zal per slachtoffer worden gekeken of een schadevergoeding mogelijk is. Goed nieuws voor de Amerikaanse ruimtevaart. De ruimtecapsule Orion is weer veilig en wel aan land. Na een testvlucht om de aarde en een landing eerder in het water. Met het Orion-project wil NASA komende jaren weer astronauten de ruimte insturen. Eerst naar de maan en daarna misschien zelfs naar Mars. De capsule is uit zee gevist en met een marineschip overgebracht naar de haven van San Diego aan de Amerikaanse westkust. Daar wordt de capsule nader onderzocht. When you think about where we were, where the spacecraft was, 2 orbits and to splash down within 5 nautical miles, right exactly where we aimed it to splash down. I mean, that's an amazing accomplishment and all of our teams are extremely proud of how everybody worked. De wetenschappers kijken nu hoe het vaartuig zich heeft gehouden. Vooral de werking van het nieuwe hitteschild zal worden bekeken. Bij de afdaling door de atmosfeer haalde de capsule snelheden van ongeveer 30.000 km per uur. En door de wrijving liep de temperatuur op het schild op tot ongeveer 2000 graden Celsius. Zijn we toe aan het weer. Gerrit, ja, je zou het niet zeggen, maar er komt heel ander weer aan. Ja, dat klopt. Het weer staat de komende dagen in het teken van de wind. En ook veel wind, mag ik wel zeggen. Dit is een plaatje wat vandaag aan het eind van de middag geschoten werd. In de buurt van Budel, toen was het nog rustig. Veel plaatsen hebben vandaag veel mist gehad. In het oosten van het land heeft dat ook erg lang, is dat ook erg lang blijven hangen. Maar wij krijgen vanuit het westen bewolking onze kant op. Er komt de front onze kant op. En de veroorzaker daarvan is een enorme depressie bij IJsland. Ook een hele diepe depressie. De kerndruk wordt 49 hectopascal. En het is zo dat in het zeegebied ook enorm veel wind komt te staan. Windkracht 10 tot 12 voor 24 uur lang ongeveer. En dat levert aan de Schotse kust en de Ierse kust golven op van zo'n 15 meter of soms zelfs nog wel hoger. Bij ons niet, wij krijgen met regen te maken. En het front dat zit al in de buurt. We kunnen even kijken hoe dat verder gaat, want dat trekt vooral vannacht over. Ook morgen trouwens zal dat nog wel gebeuren. Morgenochtend nog een beetje regen, maar overdag is het denk ik grotendeels droog. In de middag zien we weer wat buien in het noordwesten van het land verschijnen. Nou, we gaan even kijken hoe de situatie nu is. Met bijvoorbeeld op de radar al wat regen zichtbaar, maar het grootste deel lost nog op. Maar zo vanaf een uur of 10, dan kunnen we toch wel wat serieuzere regen verwachten. En dat ziet er dan zo uit. Minimumtemperaturen van 3 tot 5 graden. En de wind die wakkert flink aan, windkracht 5 tot 8. Stormachtige wind is dat. En in het Waddengebied zou het nog wel eventjes storm kunnen opleveren. Windkracht 9. Dan morgen, dan begint de dag met regen. In het oosten van het land blijft het ook het langst hangen, maar het trekt wel weg. Dan krijgen we een paar opklaringen, later weer een paar buien in vooral het noordwesten van het land. En temperaturen van 7 of 8 graden. Opnieuw veel wind, windkracht 4 tot 7, dat is een harde wind aan de kust. En dat blijft dan ook zo donderdag en vrijdag. Donderdag veel wind, vrijdag ook veel wind, dan gaat het weer stevig regenen. In het weekend wordt het wat rustiger en dan wordt het ook wat droger. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De eerste wrakstukken van vlucht MH17 zijn aangekomen in Nederland. De gedeeltelijke reconstructie van het toestel gaat maanden duren.
En vanavond in Nieuwsuur een debat tussen Alexander Pechtold van D66 en Emiel Roemer van de SP over de groeiende kloof tussen mensen met veel en weinig opleiding in Nederland. Om 10:00 op 2. Ik wens u een mooie avond.